Oute Stromae, Paul van Haver heet hij ook. In het echt. Hier op Breda nu. Ja, is dat Paul van Haver heet hij. Polleke. Paul van echt serieus. Zijn moeder is Vlaams en zijn vader een Wallon van een of andere Afrikaanse afkomst. Ah, kijk. Vandaar de mix. Papa Oute, papa, waar ben je nou? De papa's zijn hier in de studio van Breda nu. Hallo kinderen. Ja, we gaan het even over papa Rutjes. Papa, opperpapa van de technische dienst. Ja. Papa Rutjes. Ja, er is ook veel om te doen, hè, Marcel. Ja, papa Rutjes staat wat onder druk. Dus dan gaat hij wat dingen roepen in de pers. Ja. Richting aandeelhouders en... Vond je dat wel een roeptoeter? Of, vond je ervan? Hij had volgens mij wel een punt. De aandeelhouders die zijn een beetje stout, volgens hem. Een aantal, niet allemaal, hè. Een aantal aandeelhouders is een beetje aan het klagen, zeuren. Ja. Wat ook opvallend was, vond ik, was dat een van de aandeelhouders is ook zaakwaarnemer van Mats Seuntjes. Oh. Ja. Dat is ook een rare constructie. Ook wel weer leuk. Ja, dan denk ik van, hoe kan dat nou toch allemaal weer? Maar goed, hoezo belangenverstrengeling? Ben jij ook aandeelhouder van NAC? Of? Nee. Ja, weet ik veel. Dat kan allemaal. Hè. Als supporter ben je daar in feite, dan ben je eigenlijk wel, in feite natuurlijk wel. Zijn we en zo zou het eigenlijk ook moeten zijn. Maar goed. Ja. Kan eigenlijk best wel druk om maken dat een aandeelhouder is dan ook zaakwaarnemer. Kijk, hij wordt niet voor niks wordt hij even buiten selectie gehouden. Nee. Het is niet omdat hij een Red Bulletje op heeft. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Maar hij wordt dan buiten selectie gehouden en dan worden gelijk allerlei maatregelen worden genomen van het kamp Seuntjes. Al die juristen komen ineens langs. Ja. Maar terwijl ik vind, als je zaak waarneemt, ben je ook een belangenbehartiger. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar je eigen portemonnee moet spekken of wil dat hij voetbal. Hij moet verdienen om te voetballen. En als hij niet zijn best doet, dan moet zo'n zaak waarnemer gewoon zeggen, jongen, je moet gewoon kaartje best gaan doen. En nu is de omgedraaide wereld. Zie je met ouders zie je dat ook vaak tegenwoordig, hè? Met kinderen. Kinderen die mogen dingen flikken en het eerste wie er op zijn duvel krijgt is de leraar. Of de trainer. Of de trainer in ieder geval. Elftal leider. Het is gewoon een omgedraaide wereld tegenwoordig. En een beetje het verwende manneke. En het is heel jammer. Ja, het is jammer, want hij kan heel goed voetballen. Dat is het punt. Absoluut, en hij speelde de laatste tijd dus best wel aardig ook. Absoluut. Ja. Dat is onze trainer heeft ingezet op 100% professioneel gedrag. En hij hoopt daar iets mee te winnen, al winnen maar een % mee om wedstrijden eventueel te winnen, over de streep te trekken. Ja, daar heeft hij wel gelijk in. Ja. Kijk, als het voetballend niet kan, dan zul je iets anders moeten gaan verzinnen. Ja, en dat heeft Seuntjes wel wat minder. Ja. Dat in ieder geval zijn uitstraling is dat. Maar ja, dat zie je ook. Dat is wat ons een beetje tegenstaat. Hij kan heel goed voetballen. Maar er zijn momenten... Vind je niet verbeterd, zijn houding? Ik vind zijn houding wel verbeterd. Ik vind het nog heel kort te zeggen. Ja. Nee, ik heb nog niet een langere tijd gezien dat hij aantoont dat stukje wat wij altijd zeggen, dat stukje know-what, nog niet echt te zien. Nee, en dan wordt er gelijk gesproken over imago-schade. Dat vind ik dan altijd weer zo frappant. Maar wat blijkt nou? dat gewoon... Wiens imago-schade? Ja, dat Seuntjes en van Seuntjes of van NAC? Nee, van Seuntjes. Oh. Sorry, dat die imago-schade oplopen. En wat blijkt nou dat verhaal... op een of andere manier door de pers is verzonnen. En met name door BN De Stem. Ja. Wat olie op het vuur heeft gegooid. Want Rutjes zei in een interview met Omroep Brabant dat hij gelijk de zaakwaarnemers heeft opgebeld. En dat daar helemaal nooit sprake van is geweest. Vind je weer De Stem wel een beetje een kwade genius weer in dit verhaal? Het lijkt af en toe wel alleen maar de negativiteit in de boven. Die gooien natuurlijk heel makkelijk olie op het vuur. En dat doen ze natuurlijk om zoveel mogelijk abonnementen of zoveel mogelijk kranten te verkopen. Want, abonnementen lukt toch niet meer. Nee, abonnementen lopen sowieso wel terug. Ja. Dus ik begrijp sowieso heel de houding van De Stem niet. Maar is dat niet altijd zo geweest? Nee. NAC en BN De Stem hebben wel... Trouwens, Cyril Rosman was wel anders, hè? Hebben wel goede relaties gehad. Ja. Alleen, wat ze nu allemaal... Ze zijn heel erg hard aan het zagen. En ook Dennis van Bergen doet er ook mee, want die roept gewoon op tv van... Nou, als NAC nu van verliest, de VI, hè? Als NAC verliest, dan zal de positie van Rutjes onhoudbaar. Lekkere statement. Ja, ik bedoel... Daar geef je weer je mening als journalist. En dat is volgens mij niet de taak van de journalist. Maar even over dat aandeelhoudersverhaal. Hè? Of de een van de aandeelhouders. De Rutjes had er iets over geroepen. Dat er niet netjes was van de aandeelhouders. Ook een beetje zagen vanuit de aandeelhouders. Of vind je van niet? Ja, tuurlijk. Er zijn wat kleinere aandeelhouders die, die denken van... Ja, zo, nu heb ik de club gered. En nou zal ik eens even laten zien wat ik ervan vind. Wie eigenlijk de baas is. Maar die moeten gewoon de mond dicht houden. En Bernard Kind zegt ook van... Nou, we hebben inderdaad de club overeind gehouden. Daar moeten die mensen ook heel dankbaar voor zijn. En daar zijn wij die mensen ook heel dankbaar voor. Ja. Maar daarnaast moet je gewoon stilzitten en niet te veel mee bemoeien. En laat nou Rutjes maar rustig zijn werk doen. En ik weet wel, hij doet het niet altijd goed en hij heeft fouten gemaakt.
Maar geef iemand wel een kans op zijn minst. Maar dat deed hij op de forumavond toch wel redelijk, vond ik, die Bernard Kin. Ja. Het oogste ook applaus, net als de donderspeech van Justin. Was ook op zich niks op aan te merken. Ik vond Rutjes toen niet zo heel goed uit de verf komen. Nee. Vond ik afgelopen week voor de Kamer vond ik hem toch iets beter eruit komen. Ja. Ik weet alleen niet of het verstandig is dat je een schopje aan de aandeelhouders geeft. Kijk, dat hij baalt van de hele situatie en ook de situatie met wat BN de Stem. Ik denk dat ze zoveel rotsen over zich heen krijgen. Ja, dat het ook die steekjes dat die ook alweer voor te stellen zijn. Ja, dat af en toe, dan moet hij gewoon, kan hij zich niet inhouden. Ja, dat vertel je dan toch. Nee, ja. Maar bovendien heeft Perry Hendricks vorige week ook verteld hier in dezezelfde studio. Dat NAC niet overal op kan reageren. Dat gaat gewoon niet altijd. Je kunt niet altijd het achterste van je tong laten zien. En dat is hartstikke moeilijk. En zeker als er dingen worden geroepen die helemaal niet waar zijn. Nee. En dan daar is zo'n Blanco van BN de Stem, dus die betreft nu journalist, het daar heel goed in. En die flikkert maar gewoon alles op papier. En die denkt van, nou kijk maar hoe ze op ze reageren, ja of nee. Dus hij lokt ze uit de tent. En nou, dat is nu best aardig. Daar komen ze dan soms, hè? Aardig gelukt, ja. Hey, we hebben nog een heleboel lijst staan. We kunnen trouwens nog wel weer een uur vullen, hè? Zoals bijna iedere week. Ja, deze week helemaal. Dat is bij NAC altijd zo. We gaan het straks even over de pollen hebben en over de positiviteit, hè? Die we dan, positiviteit? Juist, de tjaka. Tjaka-bam. Weet je ook alweer? Ratelband. Waar is die eigenlijk? Met zijn haphoek. Die ligt al opgebaard. Dat willen we niet weten. Die ligt al lang ergens opgebaard. Dat zo meteen in NAC praat.